SV Urk, de trotse koploper van de hoofdklasse B, zaterdagmiddag op bezoek bij Eemdijk, de nummer 2 van de ranglijst. Urk, 16 punten uit 6 gespeelde wedstrijden, nog altijd ongeslagen. En Eemdijk slechts 3 puntjes daaronder. Urk begon uitstekend aan de wedstrijd in Bunschoten-Spakenburg met onmiddellijk veel druk naar voren. Dit is Rikold Neentjes in de openingsfase. Is het doelman De Harder die bal zomaar loslaat? Alleen dit loopt met een sisser af en dan komt de thuisploeg goed weg dus in die openingsfase. Weer de Urkers. Dit keer wordt William de Boer gezocht. De Boer, Hessel Snoek staat scherp, maar die bal gaat net voorlangs. En Hessel Snoek die loopt dan al niet zo lekker. En even later is diezelfde Hessel Snoek erbij gaan liggen en hij heeft duidelijk pijn. En Snoek moet zich gaan laten vervangen. Trieste aftocht van Hessel Snoek. Met op het oog een serieuze blessure en hij zou worden vervangen door Jelle de Boer. Ondanks die aderlating ging Urk door waar het mee was begonnen, namelijk het zoeken naar die openingstreffer. Dit is Rikold Jan Brands en u hoort het geluid van de paal. Schitterende poging, als het zo bedoeld was. Gert-Jan Karsten ziet dus dat zijn ploeg plenty kansen krijgt. En altijd maar het vroege storen van Urk met Johannes Schrijver op Klaas Romkes. Meegeven aan William de Boer, die rukt zich los van zijn tegenstander en de 0 tegen 1. De meer dan verdiende 0 tegen 1 van de voet van William de Boer. En die hing toen al een tijdje in de lucht. Urk komt dus op voorsprong halverwege de eerste helft. Direct na de 0-1 is dit doelman De Harder. Die gaat vreselijk de fout in. Jelle de Boer moet profiteren, maar De Harder maakt hier zijn fout goed. Kan pareren en dus niet de 0 tegen 2. Weer SV Urk, herenmeester in de eerste helft. Met de 100% kans, dit keer voor Klaas Romkes, maar De Harder redt. En zo had het eigenlijk al 0-3 moeten staan. Wat een kansen voor SV Urk. Dan eindelijk Eemdijk. Richard Strijker, de keeper van Urk met 2 vuisten. Komt de bal terecht bij Nigel van Zeist met een leepballetje. Maar Strijker kan die bal met een uiterste krachtsinspanning uit de goal tikken. Weer de thuisploeg. Is dit Selemi die gezocht wordt? Selemi met de gelijkmaker vlak voor rust? Nee, hij jaagt die bal hard over. En dit had zomaar de gelijkmaker kunnen zijn. Tegen de verhouding in. Maar gelukkig voor Urk was het bij rust 0 tegen 1. In de tweede helft zou Urk minder dominant zijn. Met hier weer zo'n diepe bal achter de verdediging. Het is Selemi die de hele Urker defensie te slim af is. En de 1 tegen 1 schiet die bal hard binnen met zijn rechter. En zomaar staat het dan 1 tegen 1. En dat is toch wel een tikkie voor de ploeg van Gert-Jan Karsten. Dit gebeurt even later. Nigel van Zeist met een leepballetje. En ook de 2 tegen 1. SV Urk lijkt de weg kwijt na die prima eerste helft. En kijkt dan ineens tegen een achterstand aan. Eemdijk ruikt dan bloed en wil de beslissing forceren. Maar gelukkig gaat deze bal hard over. En leeft SV Urk nog. Zitten we inmiddels in de slotfase. Is dit Rikold Jan Brands namens Urk dat toch nog op zoek gaat naar de gelijkmaker. Pieter Brands, de invaller, met rechts over zijn tegenstander heen. En dan haalt hij met links verwoestend uit. En toch nog de 2 tegen 2. SV Urk toont veerkracht dankzij die schitterende goal van die invaller. In de slotfase gaan beide ploegen spelen voor de winst. Eemdijk krijgt dan nog een corner. Maar het bleef uiteindelijk 2 tegen 2 na die enerverende wedstrijd. Urk blijft ongeslagen en koploper. Met nu 2 punten voorsprong op de nieuwe nummer 2, Genemuiden. Nou ja, op basis van de eerste helft te weinig. Op basis van de tweede helft denk ik dat we uiteindelijk als je 2 en achter komt. Nadat we in de eerste 20 minuten na rust even niet bij de les waren. En dan kijk je in de 70ste minuut zijn ineens 2 en achter. Het is ook niet zo dat hun veel creëerden. Maar ja, 2 identieke lange ballen, slecht verdedigd. Geen druk, niet goed meelopen. En ik denk als je daarna nog alles of niks gaat spelen, je maakt zo'n prachtige gelijkmaker. Dan denk ik overal, wat ik vorige week al tegen jou zei, dat dit een examen was. En dan wil ik mijn ploeg toch een compliment maken en dan zijn ze wel geslaagd. Want dit is in mijn ogen een topploeg in de hoofdklasse. En we waren de eerste helft gewoon beter. En in de tweede helft hebben we op karakter een punt gered. Dus ik denk dat het uitstekend was eigenlijk.